Wij als studenten kunnen ons aansluiten bij een studentenvereniging of een studievereniging. Die laatste schijnen heel competitief te zijn. Hier gaan ze de strijd aan op een hockey- en voetbaltoernooi. Dit is Student Verkend, studievereniging. Wat is nou eigenlijk het verschil tussen een studentenvereniging en een studievereniging? Het grootste verschil is dat je bij studievereniging is natuurlijk aangesloten bij een studie. En het grootste verschil is eigenlijk geen verplichtingen. En omdat er toch wel in Amsterdam heel veel mensen zijn die dat gewoon niet past. Zo'n studentenvereniging, want je hebt natuurlijk ontgroening, heb je verplichte borrels. Ik denk dat wat Jurista erg leuk maakt is dat we toch wel gericht zijn ook echt op het juridische gedeelte qua lezingen en zo. We hebben natuurlijk ook borrels voor het plezier. Voor mij is dat het belangrijkste, dat je gewoon aansluiting hebt en vrienden en mensen die ook in hetzelfde vakgebied zitten en dat je daar connectie mee hebt. Dat is voor mij wat het belangrijkste is van Imagine. Of je nou hockeyt of chillt, het maakt allemaal niet uit bij een studievereniging. Je hebt toch geen verplichtingen. Mijn naam is Victor en dit was Student Verkend, studievereniging.